Ik heb de rol van BIM-manager binnen de organisatie van EEG. Dat is vooral om de projectteams aan te sturen op het gebied van BIM, om de BIM-middelen, de BIM-tools, meer en meer te beginnen gebruiken, de mensen te sensibiliseren, de voordelen daarvan te laten inzien, de praktische kant en de problemen zoveel mogelijk op te lossen. Het probleem is de productiviteit die maar steeds niet omhoog gaat. Dus we denken vooral aan standaardisatie, industrialisatie, modulariteit, flexibiliteit, systemen, zowel op technisch installatievlak als op bouwkundig vlak. En daar kan al wat BIM is zeker ondersteuning bieden en mogelijkheden bieden om dan nog efficiënter te gaan ontwerpen en produceren en plaatsen en onderhouden. Wel, die digitalisering draagt bij aan de efficiëntie, omdat het toelaat op een gestructureerde en standaard manier de bouwmethodiek in kaart te brengen en toe te passen. En ook om een zekere flexibiliteit in te bouwen, zodanig dat men met dezelfde oplossingen een reeks vragen kan beantwoorden. Motivatie van de mensen en afspraken voor naar standaarden te komen. We merken dat het moeilijk is om die stap te zetten door veel mensen, omdat zij vasthouden aan de manier waarop ze nu werken en omdat er heel veel zaken momenteel veranderen. Het is niet alleen de digitalisatie is heel belangrijk, maar er zijn nog veel andere zaken die ook veranderen. De normeringen veranderen, de manier van werken verandert enzovoort. En dit komt er terug bij. En dat maakt het moeilijk om al die changes effectief en vlot te verwerken. Dat vraagt tijd en dat vraagt veel tijd. Wat wij daarvoor doen, is niet alleen met pilootprojecten werken, maar ook pilootteams. Dus wij gaan mensen gaan zoeken die voortrekker zijn, voorstander zijn, enthousiast zijn om nieuwe zaken uit te testen. En die gaan we dan combineren met ons pilootprojecten in BIM. En als dat dan lukt en een verrijking wordt voor de hele organisatie, is die volledige ervaring te delen met al de andere mensen en gaan zij daar gemakkelijker instappen. Wat we ook proberen is om bijvoorbeeld producten zoals Viewpoint, die minder op 3D gefocust zijn, om die met de introductie daarvan meer de normale manier van werken te benaderen, zijn de checklisten, de lijsten die iedereen hanteert, en daar dan af en toe een 3D-model aan toe te voegen, zodanig dat het geleidelijker aangaat, die overstap naar de 3D-consultatie.